Zijn deze namiddag duizenden mensen in rivieren en meren gesprongen. Ze wilden zo aandacht vragen voor schoon oppervlaktewater. De Big Jump, want zo heet het evenement, had in Vlaanderen zowat 1000 dappere deelnemers, onder meer in Gent. En daar ging Bram Kalles van op de kant toekijken. Onder een stralend zonnetje neemt een bonte bende een frisse duik in de lei aan de Porto Schanda. Ook de neveneffecten en rockzanger Luc de Vos springen mee. Lekker fris, man. Lekker fris aan de balletjes. En waarom doe je dit? Voor een mooiere, schonere planeet. Leven moeder aarde, baby. Het is eigenlijk een optimistische milieuactie. Je hebt heel veel pessimistische milieuacties betogen tegen vervuiling en zo. Wij lekker frisjes in het water waren we. Echt waar. En helemaal verfrist en proper dat was. Ik heb er een beetje van binnen gehad en het was echt smaakte puur natuur gelijk wij. De Big Jump staat dit jaar trouwens in het teken van de vissen. Onderzoekers halen wel 10 verschillende soorten boven uit de leien. Dat is positief, want als het goed gaat met de vis, dan gaat het goed met ons water. Ik ben verbaasd. Er is een enorme diversiteit aan grote, kleine vissen, lange, smalle, dikke, dunne. Het is verbazend, ja. Tof. De waterkwaliteit is hier de laatste 10, 15 jaar toch wel spectaculair verbeterd. Van praktisch dood water naar teruglevend water, waar je ziet dat een hele hoop vissoorten hier rondzwemmen. Dat is zeker hoopgevend, al is de toestand natuurlijk nog niet helemaal wat hij moet zijn. De strijd voor zuiver oppervlaktewater is dus zeker nog niet gestreden.